Yo, dat is een van de meest fucked up intro's ooit, maar dat boeit echt niks. Welkom bij deze nieuwe video. Vergeet zeker geen blauw duimpje, we hebben bijna de 20 likes op mijn vorige video. Het is fucked. Mijn kanaal is dood, maar ik ga nu gewoon terug uploaden zoals ik al zei. En ik weet niet of jullie mij nu beter horen, want deze keer heb ik wel mijn gsm kunnen fixen. Anders zien jullie dit niet, denk ik. Ik zit nu ook gewoon random ergens midden in mijn tuin. Gewoon een video op te nemen. Omdat ik iets aan jullie wil laten zien waar ik eigenlijk echt lang op heb gewacht. Waarschijnlijk staat er de titel de dag waar ik 16 jaar op heb gewacht. Snap je dat? Dat is misschien iets meer aansprekender dan gewoon... Even inzoomen. Dan gewoon te zeggen van, dit wou ik al lang. Snap je? Dus, voor de mensen die brommers niks interesseren en heel die shit, ja, like die video gewoon en kijk mijn andere video of zo. Want deze video gaat voornamelijk gaan over mijn DAX dat ik sinds kort heb gekocht. En eigenlijk wou ik nog even wachten om daar een video mee over te maken, want hij is nog niet helemaal zoals ik het wou. Maar ja, ik zou zeggen, ik ga gewoon als eerst mijn DAX erbij nemen. Eigenlijk staat hij gewoon 1 centimeter naast de camera, maar snap je? Oké, even duwen. Dat weegt wel tering veel trouwens. Oké, mensen, zoals jullie zien, dit is een DAX. Kijkers, DAX, aangenaam. Ja, oké. Ik heb een tijdje geleden een kleine edit gemaakt uit verveling, maar die duurde echt maar 5 seconden of zo. Ik zal die nu even vlug tonen. Niet dat het iets boeit of zo, maar ja. Bye, joh. What it really means to live life golden. Yeah, we're golden, baby, girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. Oké, ja, dat is dus de edit. Waarom ik eigenlijk een video maak over mijn DAX, weet ik ook niet. Snap je? Ik wil gewoon uploaden. Ik upload nu dus. Ja, oké. Ik dacht, misschien is het dus leuk om mijn DAX te tonen voor de mensen die ook met een DAX rijden ofzo. Of weet ik veel. Dat is geen nieuwe DAX. Dat is een tweedehands DAX, maar ik had die gekocht van iemand die gewoon gebruikt om in zijn living te zetten. Ik weet niet waarom. Die vond dat blijkbaar mooi ofzo en ik ben echt buiten adem. Ik weet niet waarom ik zo snel spreek. Voor de mensen die eigenlijk... iets of wat geïnteresseerd zijn en met wat ik rijd, ik ga even inzoomen. Het is dus een Skytype DAX, geen Honda of zo, want Honda is veel te duur. Maar hier staat wel een sticker van Honda, dus eigenlijk is dat een dikke poserbike, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik bedoel, die sticker heb ik er zelf niet aangehangen, dus het boeit niet. Ik ga er gewoon wat random shit over vertellen, niet dat ik in beeld sta of zo, maar dat boeit niet. Als eerste, ja, ik ga ook gewoon 10 keer voor dat beeld lopen, maar dat boeit ook echt niet. Als eerste, dat is een 50cc natuurlijk, want ja, ik ben net pas 16, dus ik mag alleen 50cc rijden. En ik heb trouwens ook net mijn rijbewijs gehaald van gisteren, toen ik die video had gemaakt van Guess Who's Back. Snap je, als je die nog niet hebt gezien, kijk die even. Wat ik eigenlijk nog wil veranderen in deze DAX, is eigenlijk gewoon deze uitlaat, want deze uitlaat is gewoon zo'n standaard ding, dat vind ik echt fucking lelijk eigenlijk. Ik ga even van dichtbij laten zien wat ik eigenlijk al heb veranderd aan deze DAX. Oké, dus zoals jullie zien, dus hij is van Skyteam. 50cc zoals hierop staat. Ja, hier staat gewoon allemaal random shit op, weet ik wat dat is. Dat is die standaard uitlaat, die maakt eigenlijk echt geen mooi geluid of zo. Ik zal die ook even starten. Zie, het is niet echt dat spectaculair is of zo als die start, dat iedereen gaat kijken. Dat is niet echt wauw. Dus daarom wil ik graag nog die uitlaat laten veranderen. Maar dat komt allemaal later nog wel, want een uitlaat kost pittig veel. Of ik moet eens tweedehands kijken, het boeit niet. Wat ik heb veranderd is eigenlijk gewoon dit. Ik heb zo ijzeren pootjes in plaats van zo rubberen plastieke aids gezet. En hier ook. Kijk, dit is eigenlijk een heel ander verhaal, want dit is totaal niet dezelfde kleur als dit. Ik ging in een winkel binnen. Ja, als eerste moest ik dit al vervangen, want Jules was met mijn DAX eigenlijk een soort van gevallen. Waardoor eigenlijk de helft van mijn voetsteuntje eraf was en die andere stond ook scheef. Maar dus ik bracht die binnen in een mini Bikes de Bond. Die hebben dan vol stickers geplakt. Niet eens dat ik dat wou of zo, maar ja, toch heb die dat gedaan. Veel kan ik niet meer aan doen. Ik had eerst mijn motor in de garage gezet van, yo... fix even dat die rij, want die reed ook niet zo goed, want ik reed altijd met een platte batterij rond. Ik weet niet eens dat kon of zo, maar blijkbaar. En ik zag die in de winkel liggen en ik dacht, yo, what the fuck, die is echt net dezelfde kleur als mijn DAX. Maar mijn DAX zag ik niet, dus ik dacht gewoon, yo, die shit moet je kopen. Dus ik kocht dat en toen die klaar was, leek dat totaal niet op, maar ja, dat boeit ook echt niks. Dat zijn die zwarte pootjes. En dan heb ik nog deze coole handvaten, want het waren ook eerst zo rubberen handvaten. En dat is eigenlijk gewoon een half metalen, rubberen. Hier ook net hetzelfde lijn. Dit ziet er echt wel sketchy uit of zo. Dat lijkt zo dat dat kapot is. Maar ja, dit
metaal kan daar niet over en bij die rubber was dat er wel over. Dus ja, ik weet niet wat ik hier nog over moet vertellen. Dit is ook één klein nadeeltje, maar dat is gewoon vastgedaan met een strip of zo. Ja, dat zit echt wel stevig. Dus ja, mensen, dit is mijn DAX. Ik weet niet, in totaal heb ik er meer dan 1000 euro voor betaald, want ik kocht hier voor 800 euro, was nog niks aan. Totdat die batterij kapot had gereden, totdat Jules was gevallen met mijn pikkels en handvaten. Dus ja, in totaal iets rond de 1000 euro. Valt eigenlijk echt nog mee voor een werkende DAX of zo. Kijk, er zit hier die fucking sticker. Ja, fuck. We gaan sowieso later nog video's online die helemaal klaar is en een edit en shit. Want die edit dat je in het begin hebt, heb ik eigenlijk wel vlug gemaakt uit verveling. Maar ja, ik dacht, dan is deze video toch ietsje langer. Dus mensen, vergeet niet te liken, abonneer en ik zal zeggen, tot de volgende video. Ciao! I'm gay. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty. I'm in that 2C Lambo with your boosty trying to turn me. Lamborghini Mercy, yo chick she so thirsty.